Goeiedag. Ja, een groot deel van het land vandaag een zomerse dag. Op het land wordt hard gewerkt. Het is droog en het is zonnig. Temperaturen die lopen flink op. Vanmiddag rond een uur of half één uur was de temperatuur in het binnenland al ruim boven de 20 graden. Aan zee is het iets koeler. En vanmiddag wordt het dus op veel plaatsen zomers warm. Ik heb het model er even bij gepakt. Dan pakken we de kaart van woensdagmiddag 4 uur op. En dan zien we dus dat het model 25, 26, 27 graden verwacht in het land. Terwijl het aan zee net even wat koeler blijft. Met name in Zeeland, door de noordenwind die daar staat, is die temperatuur wat minder hoog. Maar wel ook zonnig. Laten we deze kaart maar eens in beweging zetten. En dan kunnen we mooi zien wat er morgen gaat gebeuren. Het is zo dat natuurlijk vanavond en vannacht die temperatuur gaat dalen. En morgen dan zien we die temperatuur weer oplopen tot boven de 20 graden. Als ik het beeld even pauzeer, dan zien we uiteindelijk aan het eind van de middag, begin van de avond, dat de warmte verdreven wordt. Dat komt omdat de wind vanuit het zuidwesten ook zuidwestelijk gaat worden. En op hetzelfde moment gaan er in het deel ten oosten van Duitsland veel buien ontstaan. Maar later ook in onze omgeving. En dat betekent dat we met meerdere buien te maken gaan krijgen die echt stevig kunnen zijn. Met hagel en onweer is toch echt wel mogelijk. En het zijn ook echt waterdragers. Lokaal kan flink wat water vallen. Maar wel lokaal dus. Van plek tot plek zal de situatie sterk verschillen. In het noorden van het land, heel duidelijk te zien, daar blijft de warmte het langst aanwezig. Pas later in de avond ebt dan ook daar de warmte weg. En dan hebben we vrijdag een dag waarbij de temperatuur niet meer zo hoog uit kan komen. Die buien kan ik u ook mooi laten zien. Hetzelfde weermodel, maar dan gaan we naar het weerbeeld kijken. We pakken dat op woensdagmiddag 4 uur. En dan zien we al eventjes dat er vanavond misschien ook wel in Limburg en later in Brabant een enkele bui tot ontwikkeling kan komen. Ook dat kan een onweersbui zijn, maar die verdwijnen ook wel weer redelijk snel. Dan een rustige nacht en dan morgen overdag in de middag, eind van de middag, dan zien we opnieuw die buienontwikkeling komen. Ten oosten van Nederland, boven Duitsland flink wat buien, maar ook in het zuidoostelijk deel van ons land. En dit kunnen dus die stevige buien zijn die precies eigenlijk op die scheiding ontstaan waar de wind west-zuidwest is en hier in eerste instantie noordoost. En die buien, ja, die dijen dan verder uit en dan zien we dat het in de avond toch in de zuidelijke helft best wel eens nat kan worden. En vrijdag dan zien we ook nog steeds dat die buienactiviteit aanwezig is met die lagere temperaturen. Veel bewolking dan, wordt het natuurlijk niet meer zo warm. In het weekend gaat de temperatuur weer iets herstellen. Laten we maar eens naar die weerkaarten gaan kijken. Voor vanavond veel zon en ja, een prima avond. Echt wel een beetje al een zomeravond, denk ik. Temperatuur lang boven de 20 graden. In het zuidoosten, nou, misschien later ook in het zuidwesten, kans op een enkele bui. Die kans is niet groot hoor, maar wel aanwezig. Staat weinig wind en verreweg de meeste zon in het noorden van het land. Aan zee natuurlijk wel wat koeler door die temperatuur of door die wind die uit een noordelijke richting waait. En morgen overdag, ja, dan beginnen we met heel veel zon. In het noorden blijft de zon ook weer het langst aanwezig. In de middag ontstaan dan die stapelwolken. En vooral in het midden en zuidoosten kunnen dan stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Ja, en lokaal kan dan echt best wel veel water vallen. Want die wind die zorgt ervoor dat die buien ook wat langzaam bewegen. De wind hier uit het oosten, hier uit het noorden, maar later dus uit het zuidwesten. En dan gaat die temperatuur in het zuidwesten van het land alweer dalen. Aan het eind van de middag, ja, moet je er toch rekening mee houden dat op de stranden er een stevige wind staat en dat die temperatuur ergens tussen 15 en 17 graden ligt. Dat is dus voor vandaag en morgen. Mijn advies is in ieder geval, als u morgen op pad gaat, even goed de weersverwachting in de gaten te blijven houden. U kunt natuurlijk ook naar buienalarm kijken om te zien of die buien tot ontwikkeling gaan komen. Want dat kunnen echt stevige jongens zijn, maar echt ook zeer lokaal. We gaan verder met de weerkaarten voor de tweede termijn. Laten we zeggen vanaf zaterdag. Vrijdag hebben we al aangegeven, dat is een wisselvallige dag met nog wat buien. Met name in de zuidelijke helft en veel bewolking. Wordt dan niet meer zo warm. En dan komen we uit op zaterdag, 4 mei. En dan zien we dat de wind uit de zuidwesthoek gaat waaien op de meeste plaatsen. En dat betekent dat de temperatuur dan toch geleidelijk aan wel weer omhoog gaat. Kan ook wel een enkele bui vallen, maar die zaterdag ziet er niet heel erg slecht uit. Omdat er wat hoge drukinvloed is. En zondag, 5 mei, bevrijdag.
bevrijdingsdag. Ook dan hebben we te maken met ja, opklaringen, maar geleidelijk aan toch ook wel wat buien. Er kan hier en daar toch wel een bevrijdingsfestival geconfronteerd gaan worden met een regenbui. Maar verder is het weerbeeld niet heel slecht hoor tijdens het weekend. Er is ook zeker ruimte voor de zon. Begin volgende week, maandag en dinsdag, ja, blijven we toch wel onder invloed van lage drukgebieden. We zien boven de oceaan een hoge drukgebied opbouwen. Dat trekt geleidelijk aan verder naar het noorden toe. Dat krijgt ook wel wat meer invloed. Maar in eerste instantie blijft het weerbeeld toch wel wisselvallig. We kunnen nog even verder kijken. Dan zien we dat dat hoge drukgebied naar het noorden trekt. En als je dan nog wat verder zou kijken dan deze weerkaarten, dan neigt het er zelfs naar dat die wind uiteindelijk wat meer uit het noorden gaat waaien als dit hoge drukgebied zich ietsje terugtrekt. En dan krijgen we echt weer met wat lagere temperaturen te maken. Maar dat is allemaal nog heel erg onzeker. Goed, we gaan de kaarten erbij pakken. Vrijdag was die dag met wolkenvelden en de buien. Temperatuur rond de 15 graden en een stevige wind uit het zuidwesten. Zaterdag 4 mei, dan overwegend droog weer. Zoals het er nu naar uitziet tijdens de nationale dodenherdenking in de avond. Ook waarschijnlijk wel droog weer op de meeste plaatsen. Bij niet al te veel wind en ook nog wel een zonnetje erbij. En dan kijken we naar de zondag, bevrijdingsdag. Nou, daar heb ik dan toch wel wat buien ingetekend. Maar er zijn zeker ook droog. Momenten. Ik denk niet dat al die festivals in het water zullen gaan vallen. Temperatuur 18, 19 graden in het binnenland en een matige zuidenwind. En maandag en dinsdag hebben we dan ook te maken met dat wisselvallige weerbeeld. Gaan we nog eventjes kijken naar de temperatuurpluim. Want dan kunnen we mooi zien dat die hoge temperaturen die we dan donderdag nog hebben, dat die dan weer eventjes voorbij zijn. Vrijdag duidelijk een dipje. En dan kruipt die temperatuur weer richting de 18 tot 20 graden. En dat houden we zo vast. Maar er komt wel duidelijk meer onzekerheid aan het einde van de termijn. Omdat die wat noordelijke stroming ook op de loer ligt. Goed, is allemaal nog heel ver weg. Moeten nog maar afwachten of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Kijken we tenslotte nog even naar de neerslag. Zaterdag. Dat is echt wel een opvallende dag. Die verloopt vrijwel droog volgens het Europees model. Op zondag en maandag dan toch echt wel weer buienactiviteit. En ja, later in de week als dat hoge drukgebied wat meer invloed gaat krijgen, dan lijkt het er ook op dat het weerbeeld wat droger gaat worden. Nog een fijne dag.